Misschien komt het door New Kids, de serie Undercover of de TikToks van Roco Brabant. Maar jongeren in Noord-Brabant vinden dialect tegenwoordig niet alleen maar oudbollig, maar juist ook hip en grappig. Een soort straattaal eigenlijk. Ik doe onderzoek naar deze nieuwe vorm van het Noord-Brabant omdat ik wil weten hoe taal verandert, maar ook omdat het ons iets zegt over hoe de samenleving verandert. Taal is zeker sociaal. Taal maakt sterke gevoelens los en is heel erg verbonden met identiteit. Denk maar aan wat sommige mensen taalverloedering noemen. Veel mensen kunnen lastig accepteren dat taal verandert en dialect is helemaal maatschappelijk beladen. Volgens stereotype opvattingen is dialectspreken gebonden aan een achterstand. Om iets te bereiken moet je van dat dialect afzien te komen. Sommige mensen schamen zich dan ook voor hun dialect of hun accent. Daarom vind ik het juist mooi dat je tegenwoordig ook een tegenbeweging ziet. Sprekers gaan hun dialect omarmen als een positief onderdeel van hun identiteit, ook jongeren. Ze willen juist graag benadrukken waar ze vandaan komen. Dit zien we bijvoorbeeld op sociale media, waar zelfpresentatie natuurlijk heel belangrijk is. In mijn onderzoek maak ik bijvoorbeeld gebruik van spraakdata opgenomen op een middelbare school in Eindhoven. Jongeren moesten daarbij zinnetjes vertalen van het standaard Nederlands naar hun eigen manier van Brabant spreken. Ik maak ook gebruik van sprekersoordelen, waarbij sprekers ingesproken stukjes Brabants moeten beoordelen. Vind je deze zin acceptabel Brabants, vraag ik dan bijvoorbeeld. Omdat er in Brabant geen duidelijke regels zijn over wat goed of fout dialect is, kan dit heel erg verschillen per regio of zelfs per spreker. Maar sprekers hebben er wel vaak een heel duidelijke mening over. Daarom maak ik ook gebruik van interviewdata van jongere sprekers en oudere sprekers om te zien hoe dat dialect zich ontwikkelt binnen verschillende generaties. Ik kijk dan naar specifieke taalkenmerken, zoals het gebruik van lidwoorden. Op dit moment laten mijn data al zien dat de jongeren een heel ander dialect gebruiken dan de traditionele sprekers. En dat dialect wordt ook wel hyperdialect of super-Brabants genoemd. Dialect als een apart schoolvak lijkt me niet nodig, maar het is wel heel zinvol om meer aandacht te besteden aan taalkunde in het onderwijs. Daarom houd ik me naast mijn onderzoek bezig met het ontwikkelen van websites voor scholieren en schrijf ik mee aan een handboek voor docenten Nederlands in opleiding. Jongeren gebruiken taal op zoveel verschillende manieren, van standaard Nederlands tot Engels, tot dialect, tot straattaal. Alleen maar aandacht voor correcte standaardtaal doet daar geen recht aan. Het lijkt me heel waardevol om taalvariatie te bespreken in de klas. Als je weet dat taalgebruik afhangt van de context, dan weet je ook beter wanneer je welke taalkeuzes moet maken. Dat je tegen je vrienden op straat anders spreekt dan in een sollicitatiebrief. Jongeren hebben hier onbewust al heel veel kennis over. En eigenlijk mensen in het algemeen hebben al heel veel onbewuste kennis over taal. En taalkunde gaat eigenlijk over het beschrijven en het begrijpen van dat menselijk taalvermogen.